dat wist ik van die mensen, die pageants. Die hadden op de 25e, gingen ze die bol en de ster yes. en zo. En dat heb ik gehoord dat de katholieke kerk de geboorte van Jezus op die dag heeft gezet. Omdat ze alle geld voor het hele jaar in die dag stopten. Ja. En niemand ziet de echte verjaardag van Jezus. Dit staat in de Bijbel. Zo kan je zien, dat die mensen allemaal slapen. Ze weten geen maat. Ja, ze slapen. Lees het maar. In Jeremiah chapter 10 verse 1. Hear ye the word which the Lord speaketh unto you, O house of Israel. Thus saith the Lord. Learn not the way of the heathen, and be not dismayed at the signs of heaven. For the heathen are dismayed at them. For the customs of the people are vain. Zijn ze maar vage customs, is vaag. Nee, vaag. Dus van, ja, dat ook, maar vaag. Van, bijvoorbeeld, is een vage geloof als je gelooft in een bunny die een ei legt. Dat is vaag. Ja, dat is domme paas, paas. Is dom, dat is van de lente paas. Ja. Wat zei je? For the customs of the people are vain. For one cut it a tree out of the forest. Dat doen ze, ze kappen een boom uit het bos. Van Noorwegen. Yeah. The work of the hands of the workmen with the axe. They make it with silver and with gold. They fasten it with nails and with hammers. Ze tekenen met zilver en goud. Dat zijn die balletjes toch? Maar dat is een andere Bijbel. Nee. Dit is de King James Bijbel. King James. Oh, maar ik heb dat nooit gelezen. En dat zeg ik je. Wij zijn hier zo om onze mensen gewoon te leren. Je hebt twee soorten King James. Oud en gewoon en nieuw. 1619 willen we slapen. Ja, dit is zo. En dat die van 1619 die moeten lezen. Oh, dus wij hebben waarschijnlijk die van wij hebben het geschreven, ja. 11? Ja. De King James. Ja, 1611. Maar wat ze in de kerken lezen, King James, is die van? Het moet eigenlijk van 1611 zijn, maar als ze het niet hebben, dan liegen ze. 1619. Nee, 1619 werden we slapen. Oh, ik heb het show. 1611 is de Bijbel geschreven. Dus 8 jaar later hebben ze ons in slavernij gezet. Toen kwam die ziekte op ons. De Most High heeft. Oh ja, van die scripture waar het zegt, de Most High heeft ons gegeven aan slavernij. Maar heb je niet zo'n Bijbel? Wat zegt hij? Ik kan het bol.com, daar heb ik het besteld. Als u me die e-mail stuurt, ik heb mijn e-mail adres gezet. Kijk even, als u het kan lezen. Je kunt zien dat reincarnation in de Bijbel is en dat Jezus zogenoemde Jezus Jehoshua. Hij was twee mensen, een paar mensen, hij was ook King Melchizedek. Dus kijk, hier is een Melchizedek. Melchizedek. Dat was een priester. De Mormonen dan weer. Die Mor betekent black. Die hebben die priesthood. Melchizedek. Ja, de Mormonen, die hebben ook een eigen boek. Oh, die Mormonen, hun zijn demons. Want in hun boek, hun boek zegt het zo, als je donker bent, is je bij gevloekt. Maar hier in de Bijbel zegt als je wit bent, ben je gevloekt. Ja, we hebben het omgedraaid. Zij zeggen dat... Nee, die Mormons zeggen dat als je donker bent, ben je gevloekt. Ja, maar dat is demonic shit. Want kijk, de Mormon boek is gepakt van dit boek. Dus, en ze zeggen, daar had ze van Israël een verloren staan, van Israël. Het is een leugen, het is een leugen. Het is een brainwash. En die van Jehovah is ook zo. Die weten we is gemaakt vanuit de Bijbel. Ze liegen, ze brainwashen. Maar laat me dit lezen. Matthew chapter 1, verse 1. Genealogy of Jesus Christ. Jesus. The book of the generation of Jesus. The son of David. The son of Abraham. Wat betekent dat? Matthew chapter 1, verse 1. Kijk,
Matthew's chapter 1 verse 1, the book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Esther. Abraham begat Isaac, and Isaac begat Jacob, and Jacob begat Judas, and his brother. Is that next that Isaac is? The hour and yeah. Genesis the reincarnation. Okay, you saw. You saw in Matthew's chapter 19 verse 27, starting so. This is not the notice, this is open on the, this is that little Bible. It's okay. Then answered Jesus and said unto him, behold, we have forsaken all that we have all, and we follow thee. What shall we have therefore? And Jesus said unto them, the 12 disciples, verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit on the throne of his glory, ye also shall sit on 12 thrones judging the 12 tribes of Israel. Wat betekent die regeneration? Regeneratie, reincarnatie. En dan zeggen ze dat reincarnatie niet is. Dus wat die Hindoes zeggen. Niet die Hindoes hebben dat van ons. Dus dat klopt dus eigenlijk wel. Maar je komt niet als een dier. Je komt als een man. Als een mens, maar met de geest van die oude. Juist. Van je. Ik heb een andere boek die heet De Goddelijke Beginselen. En die legt die dingen uit. Dus over de Bijbel, de oud en nieuw. Dat het niet allemaal zo wat letterlijk is, sommige dingen en andere dingen. Zullen jullie een brainwashen? Die divine principles heet dat, die ken je? Nee, maar u moet eerst de Bijbel leren, want die andere boeken zijn brainwashboeken. Als het overeenkomt met de Bijbel, dat klopt. Maar als ze andere gekke dingen doen, dat klopt niet. Ze leggen de rode draad in de Bijbel uit en dan leggen ze dat in de laatste dagen komen openbaringen. Die de Bijbel dan helemaal compleet maken. Maar dat doen wij nu. Nieuw en complete testament. Want kijk, die oud en die nieuw testament, allebei zijn goed. De zogenoemde Jezus kwam niet om die wetten weg te doen. Dat staat hier. Ja, dat zei hij. I didn't come to break. Zie je. Ja, maar ik ben ook op... Maar heel veel mensen, vooral die kerkmonkies, hun zijn grappig. Omdat zij de Bijbel niet lezen. Ja, hun gaan woorden praten. Ze luisteren alleen naar preek. Dit is timer, Kjellis. Volgens mij is dit die versie waarom je het hebt. Ik heb een geschreven boek van praat over reïncarnatie. Dit is de boek 2 Esdras, chapter 14, verse 34. Therefore, if it so be that ye will subdue your own understanding and reform your hearts, ye shall be kept alive, and after death ye shall obtain mercy. For after death shall the judgment come, when we shall live again, and then shall the names of the righteous be manifest, and the works of the ungodly shall be declared. Daar zegt hij, wij zullen weer leven. En in Ecclesiastic heb je het ook. Is dit die 16-11? Ja, dat is de heer. Hoe animal belongs to us. Ecclesiastes. Are you ready? Zijn twee. Are you ready for this? Het is eentje in chapter 12. Yes. Yeah. That's why I was thinking of the red. No. In the under. This is the book Ecclesiastes. The original one. Chapter 3 to 21. Where do you see 16:11? This is the 21. Ik heb het klein. Iemand zei, je moet altijd met je sword leven. Ja, dat is waar. Nee, dit is een nieuw King James. Maar dan zeg ik, er zijn twee oude, je hebt de oude, dat staat erin van 16. Je moet gewoon eentje halen, zo de King James version. Ja, dat zeg ik. Want dat... Gewoon, dat stond in de preface. Dus dat verhaal heb ik gelezen, staat bij die nieuw, Job. Het was zo oud. Dat mensen niet verstonden. Als ik het goed heb, Job, wanneer hij black is, wanneer Job zegt, I am black, but what you did, daar staat het, I am tan. Ja, dat is zoals in Zuid-Afrika ook. Yeah. You're tan, maar ze bedoelen de Hindoe. Nee, je bent zwart, maar ze noemen je color, maar ze bedoelen zwart. Nee, maar hun bedoelen geen zwart. Hun bedoelen dat je in de zon weggaat en je hebt een tintje, net als hoe witte mensen een tintje kunnen krijgen in de zon. Dat is een leugen.
Dus ik moet eigenlijk die, maar dat zag ik eigenlijk. Ik zag de oude, de echte, ja, King Jim, dan heb je de oude. Je hebt drie. Want dit is de nieuwe, dan heb je de gewone, dan heb je daar één daarvoor. Nee, gewoon die van 1611, moet u gewoon checken. 1611, ik ga, bro, u moet me een e-mail sturen, dan ga ik jullie dingen sturen. Als ik het hadden, ik geef, maar ik heb niet. Dat zijn hier. Bro, hun kom moeten eigenlijk ook hebben, want we moeten ook eentje voor hun. Dan kom ik van. Ben je hier volgende week? Ja, maar we hebben dat niet. Het moet gekocht worden, want we moeten ook eentje voor hem kopen. Bro, je ziet dit boek zijn. Hij is is oké, job, chapter 13, verse 30. Hij is is black. Maar dit boek is het. Ik had dit boek. Pak het even uit. Als het goed is, dan kan je het ook. What you want? Job. Oh. A brand new one. It's not a road. That's not the. That's the new James, new King James. It's not good. No, she need the old King James. Yeah, this British good child about her. What Ecclesiastes, okay. It's the book Ecclesiastes, chapter 3, verse 21. Who knoweth the spirit of man that goeth upward, and the spirit of the beast, said, my skin is hard. My skin grows black and falls from it. My bones run with heat. Volgens mij heb je verschillende versie, editie van de Saladin New King James. Ja, dat hebben we. Maar dit is de goeie. De eerste editie, tweede, elke keer veranderen ze een beetje. Ze gaan steeds veranderen totdat je het niet meer weet. En daarom, dat is het. Ik wist van de preface, als je de preface leest, de historie van de Bijbel, hoe het was gemaakt in de tijd van Shakespeare of zo, dan zeggen ze ook, het was zo ouderwijs dat mensen niet konden verstaan, hebben ze weer vertaald. En het kwam van oorspronkelijk Grieks. Het was Old English. Grieks, ja. Het kwam van oorspronkelijk Grieks. Ook Grieks, ja. En geen Hebreeuws. Dus als je het echt wil weten, dan moet je terug naar Grieks en Hebreeuws. Want dit is... Kijk, bijvoorbeeld, zo kun ik je voorbeeld geven. Als je in het Engels zegt, get the fuck out of here. Je kan dat niet in het Nederlands vertalen, toch? Dan moet je zeggen, dat van hier, toch? Wel. Eigenlijk moet je eigenlijk... Maar eigenlijk moet je zeggen zo... Ga weg. Eigenlijk moet je zeggen zo, ga de neuk weg van hier. Letterlijk. Totaal. Dus dat is dit probleem. En Antilliaans kan je ook niet alles precies in het Nederlands vertalen. Alleen als je Antilliaans verstaat, dan versta je wat hij bedoelt. Je kan het in het Nederlands zeggen, dan begrijp je het, maar je verstaat het niet. In Nederlands hebben we meer woorden nodig om het uit te leggen. Bijvoorbeeld. Of soms vertaling, minder. Vertaling, ja. Ja. En niet ja. Ja, maar ik heb gehoord dat Nederlands oud Engels is. Want als je oud Engels ziet, sommige woordenboek van King James, heb je gezien dat een woord in het Nederlands, hetzelfde oude woord in het Engels. Ja, ze hebben allemaal talen gestolen van elkaar. En één is S en één is Z. Bezem heb ik gezien. Ik wist niet dat in het oud Engels gewoon bezem is. Maar in het Nederlands is Z en in het Engels is S. Kijk, vroeger, de echte Engelse mensen zijn wij. Wij zijn vroeger van Israël zijn vertrokken naar andere landen. Ze noemden vroeger het Britannië. Wij zijn die heel oude mensen die dat land bewoonden. Maar dat weet ik, weet je waarom? Sommige blanken die hebben sickle cell. En dat kan niet, en dan heb je vooral... Daarom, we zijn black, daarom. En dat zegt iemand die dan de medische wereld een beetje slim zijn. Kijk. Die vertellen jullie dingen. Bijvoorbeeld, zoals ik u had uitgelegd. Ze weten dat de echte judges wollen aan hebben, daarom hadden ze die wollen voor die weten wat dacht je wel, waarom hebben die mensen altijd die stomme wollen? Wij zijn die judges. Je kan geen judge zijn als je geen wollen haren hebt. Dan ben je een... Je bent geen judge. Je bent het niet. Daarom, je bent alleen een judge als je wollen haren hebt. En daarom hadden ze die pruik op hun hoofd, omdat ze weten alleen black men is God. En je black hebt heel weinig zwarte rechters en vooral zwarte vrouwelijke rechters. En als die recht doen... Dat doen ze al in huis als de kinderen, als die kinderen onderwijs geven van je mag dat niet doen, je mag de manier hoe een zwarte vrouw praat, ze hoeft geen of niks, praat gewoon puur en die kinderen verstaan het. Ja, maar eigenlijk ook. Dus die vrouw weet al van nature hoe je rechts spreekt. No, I don't know what's going on. Oh, then just stay there and listen. About the Bible. We know it. Het is geen religie. Het is een de Bijbel is geen religie. Het is een boek van Law, Statutes and Commandments. Witte levenswijze en hoe is het toch weer?
commandments, dus dat zijn regels. Wetten, levenswijzen en regels. Het is geen religieboek. Het is een religieboek, Bijbel. Psalms chapter 147 verse 19. He showeth his word unto Jacob, his statutes and his judgments unto Israel. Not to everybody else. He hath not dealt so with any nation. And as for his judgments, they have not known them. Praise ye the Lord. Dat is een natuurlijk uit scripture dat zegt, alle andere rassen die zogen aan de Bijbel volgen, die denken dat ze iets volk doen, dat ze iets doen. Ze doen niks, want de Bijbel is alleen voor Israël. He showeth his word. Psalms chapter 147 verse 19. He showeth his word unto Jacob, his statutes and his judgments unto Israel. He hath not dealt so with any nation, and as for his judgments, they have not known them. Praise ye the Lord. De wetten zijn niet voor andere rassen. Je kan niet zonder. Andere rassen kunnen niet zonder. Alleen wij kunnen zonder. Waarom? De wetten zonder hun zin. De wetten zijn alleen aan ons gegeven. Dus alleen wij kunnen zin. Wij moeten geen varken eten. Wij moeten geen homoseksueel en lesbisch zijn. Ja. Wij moeten geen garnalen eten. Wij moeten geen baard scheren, plaats scheren als man. Dat mogen wij niet doen. Wij moeten niet... De eerste boeken hebben hun gepakt en toen hebben hun verder zich geschreven. Dus gaat de moslim vragen en vragen zo, jullie hebben de Torah gepakt toch? Ze hebben de Torah gepakt. Testament. Ja, de Oude Testament. Nee, alleen de Torah. De eerste 5 boeken hebben ze gepakt. Waarom? Omdat ze onze regels willen volgen, omdat onze leven beschaafd is. Waarom? Hun hadden voor elke dag op God. Hun hadden 365 dagen. Dat hadden zij. En toen ze ons zagen, dachten ze zo, één God. En toen ging die Mohammed ging ze leren, we moeten maar één God volgen. Want Allah betekent God. Allah betekent God en God betekent power. Dat is zijn naam niet. God is gewoon een titel, Allah is een titel. Wat je bedoelt, de naam op de sheet is What the hell are you talking about? I don't trust you. I don't trust you. Go study good man. The Old Testament. Go to Quran 53 verse 18. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. Dus je kan geen andere Koran meten met deze boek. Wat bedoel jij? Is de eigen boek, is Bijbel? Jij bedoelt dat? Hey, luister dan, wij zijn hier zo geen islam of wat dan ook. We praten hier over de Bijbel. Ja, maar je zei dat islam cheat, islam steal. Waarom? Jullie hebben de eerste 5 boeken gepakt van de Bijbel. De Torah, toch? Wie zegt die dat? Dat zeggen allemaal, dat weten allemaal. We hebben vier boeken. Oké, dan toch heb je het gebaseerd op de Bijbel. Bijbel, Torah, Engel. Toch heb je het gebaseerd op de Bijbel. We hebben alle vier respect. Je hebt het gepakt uit de Bijbel. Als de Bijbel niet bestond, bestond de Koran niet. Niet jou, niet jij, iemand anders voor jou. Die mensen die voor jou als de Bijbel niet bestond, bestond de Koran niet. Want jullie hebben de eerste 5 boeken gepakt. Die boos worden. Ik niet boos, maar de Bijbel. Misschien word je op een dag
Nee, ja, Mohammed wisselde ook informatie uit. Mohammed zegt. Ik ben geen moslim, ik wil Mohammed kennen. Ik heb gehoord dat Mohammed vroeger met iedereen praatte. Met Joden, met Grieken, hij praatte met iedereen. En ze hebben informatie uitgewisseld. Chapter 34, verse 16. Die vijf boeken is uitgewisseld. Seek ye out of the book of the Lord and read. Het is niet gestolen, het is gewoon...